Bijbel is met het oog op een nieuwe wereld niet tegen bezit en zegt niet dat je geen geld mag verdienen of een goed leven mag leiden. De Bijbel stelt wel vragen bij bezit ten koste van anderen, bij de wijze waarop je je geld besteedt. En vooral stellen de Bijbelse verhalen vragen bij onze vrijheid. Hoe vrij of onvrij maakt bezit jou? Wat doet veel of weinig geld hebben met jou als mens? En hoe bepaalt of richt het je blik op een andere, op een betere wereld? Die vragen zijn aan de orde in de Bijbelse verhalen. Verkoop alles en geef het aan de armen, zegt Jezus tegen een rijke jongeling. Dat is echter geen aanklacht tegen het feit dat de persoon in kwestie veel bezit heeft. Het is eerder een vraag naar vrijheid of afhankelijkheid. Hoe vast zit je in wat je hebt en waarom kun je dat niet loslaten? Zolang bezit de hoogste waarde is, het meest nastrevenswaardig en de lat waarlangs we elkaar meten, zolang is het koninkrijk van God nog ver weg. Wie in staat is los te laten, brengt het echter dichterbij. Wie los kan laten, is immers in staat te delen, zich in te leven in de ander, of bereid om te leven met minder meer, omwille van een leefomgeving of ons milieu. Leven volgens de leefregels zoals die in de Torah ons worden aangereikt, die richtingwijzers naar een nieuwe wereld, is dus niet een kwestie van alleen maar afspraken nakomen. Ik heb mijn lijstje afgewerkt. Ik heb me keurig gedragen, dus mijn rode loper kan worden uitgerold. Er is meer nodig dan je lijstje afwerken en zorgen dat je niet buiten de paden wandelt. Het gaat om een innerlijke gerichtheid, een ziets im leben. Niet alleen wat je hebt gedaan, maar hoe je de dingen hebt gedaan, met welke intentie, vanuit welke gedachte, met welke gerichtheid. Alleen vanuit eigen belang of vanuit het belang van de ander of het algemeen belang. En dan kan het zijn dat je keuzes hebt gemaakt of hebt moeten maken die misschien niet volgens het lijstje zijn, maar die vanwege de intentie, de gerichtheid, toch de juiste waren op dat moment.